De Friese couturier Monique Miedema, ontwerpster van haar eigen kledingmerk bij Oni, steekt de medewerkers van parfumerie Douglas in het nieuw. Vanaf deze maand zullen de ruim 2000 schoonheidsadviseurs van de parfumeriewinkel allemaal in de nieuwe kleding van Bioni te zien zijn. Uiteraard stelde Douglas strikte eisen aan de outfits voor haar schoonheidsadviseurs. De kleding moest onder andere zwart met wit zijn, maar ook modieus en van hoogwaardig materiaal. Een en ander heeft geresulteerd in prachtige viscose jurken van het meest natuurlijke en gerecyclede zachte, maar kwalitatief hoogwaardig materiaal, afgebiest met een crèmekleurig biesje. Nou, heel eer lijkt mij. Ja, dat is fantastisch. We waren ook allemaal ontzettend blij en super trots natuurlijk. Het was voor ons niet helemaal plotseling natuurlijk, want we hebben daar naartoe gewerkt. Maar toen het woord er een keer uitkwam, ja, super, geweldig. Wat ik ben dan altijd heel benieuwd, hoe gaat het dan in zijn werk? Komt dan de directie naar je toe en die zegt, we willen kleding hebben, zo moet het eruit zien. Ja. Maar volgens mij ben jij niet zo van het voorgekoude. Nee, dat ben ik zeker niet. En zo hoe het te werk is gegaan, Tineke Jansma, dat is de bedrijfsleidster van Douglas Leeuwarden. En ik kwam bij hun in de winkel om wat voor mezelf te kopen. En Tineke die zag mij en toen zei ze, hey, ben jij niet Monique Miedema? Ja, van ontwerp je kleding? Ja, zei ze. Nou, zou je niet wel voor ons willen doen voor de winkel in Leeuwarden? Want de winkel in Leeuwarden werkt best wel zelfstandig. En toen zijn we een samenwerking aangegaan. En toen kwam de regiomanager binnen en vervolgens kwam er nog een manager binnen. En die zeiden, wat hebben jullie mooie kleding aan? En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen heb ik de high-end stores. Hè. Douglas heeft een paar winkels, dat zijn de high-end stores. Daar komt onder andere Maxima en dan gaan de deuren ook dicht. Die komt daar binnen en toen zei ze, wil je die kleden? Nou, dat was een kleine order, maar dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. Alleen dat al. Hè. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En de Douglas, toen zijn ze bij me gekomen. We hebben met elkaar gesproken. En de opdracht was eigenlijk, het moest chic, mooi, functioneel. Niet sexy. Nee. Echt Douglas, alleen dan met een kleine twist. Ja, want ik denk dan aan een klassiek mantelpakje met een iets ander kleurtje. Ja, dat had natuurlijk ook gekund. Maar je moet je er vooral lekker in voelen. Ja. Want je kan wel een mantelpakje aan. Ik weet nog dat ik ooit zelf, probeerde ik zakenvrouw te spelen. Dan had ik hele mooie mantelpakjes aan. Maar zodra je dan in de auto stapt of thuis kwam, dan dacht je, oh, eerst dat pakje uit. En dat is eigenlijk niet goed, hè? Ja. Dus zo is het idee ook ontstaan. En dit was ook echt bij Douglas zo. Dat de vrouwen zich wel lekker konden bewegen. Lekker konden voelen. Ja, maar dat was eigenlijk nog mijn vraag. Heeft het personeel ook nog enige inspraak gehad? Nee, dat hebben ze niet. Maar het personeel was vanaf het begin ontzettend enthousiast. En dat zijn ze nu nog steeds. Dat is wel heel leuk. Ja. We staan nu op de Magrietbeurs in Utrecht. En daar kwam natuurlijk het personeel van Douglas, als ze vrij zijn, gaan er ook een dagje naartoe. En ik stond er gisteren zelf ook en dan komt er een vrouw naar me toe. Ja, ik werk bij de Douglas in Velpen en we hebben de kleding en het is zo fantastisch en het zit zo lekker. En we zijn er zo ontzettend blij mee. Dus ze hebben niet inspraak gehad, maar ze zijn wel allemaal heel blij, geloof ik. Heb je aan deze bedrijfskleding ook nog een eigen touch kunnen geven? Ik zie iets van een beroemd strikje. Ja, zeker. Ja, ik ben natuurlijk helemaal van de strikjes. Hè. Dat is echt heel apart. Ik heb natuurlijk ook een strikje hier. Ik ben helemaal van de strikjes. En daar werd ik ook vrij in gelaten. Eerst was het zo, ik mocht eigenlijk alleen maar zwart gebruiken. Nou, toen zei ik, ja, dan wordt het gewoon onmogelijk. Hè. Dan valt het ook niet op. Dan kan je ook niet zien dat het van Bioni is. Dus we hebben op de top een klein strikje. Ja. Hey, dit is de top. Er zit een klein strikje op. En op het jurkje hebben we dan... Ja, er zit geen strikje op, maar het jurkje zit wel de zakjes en wel iets heel typerends bij jou niet. Ja, maar dat strikje, dat vind ik ook alweer bij Douglas passen. Want als je er wat koopt, krijg je het altijd mee met een strikje erop. Ja, helemaal waar. Dat is helemaal waar. Het is een beetje een cadeautje. Wij zeggen ook, onze kleding moet ook een beetje als een cadeautje voelen. En de Douglas is natuurlijk, die winkel is een soort cadeau. Hè? En als je er binnenkomt en als je iets uitpakt. Dus de strikjes, ja, dat past heel goed bij elkaar.